zijn. Volgens mij bent u aan het einde van de beantwoording. Dan geef ik het woord aan onze andere minister. Dank u wel, voorzitter. En bij de begin en de eindwoorden van minister Beginnem sluit ik mij aan. En ook bij de heer, de opmerking van de heer Van Oosterbrugge. Er wordt ongelooflijk veel werk verricht in de praktijk door onze dienstverleners. En wij gaan daar soms wel eens wat makkelijk overheen. Dat we het bijna normaal vinden inderdaad dat die AOW gewoon op de rekening staat. Dat die kinderbijslag wordt uitgevoerd. Dat die WW gewoon ook wordt uitgevoerd. Maar er zitten heel veel mensen achter die dat met heel veel bezieling ook doen. En ik denk dat we daar in ieder geval heel dankbaar voor mogen zijn. Ik wil ook even een compliment geven in ieder geval aan de Kamer. Dat is niet om mij in te slijmen nu in dit debat. Maar er zijn wat technische briefings gehouden ook door onze dienstverleners, publieke dienstverleners. En dank ook voor de interesse van jullie kant. Want ik denk dat het beste is dat jullie zelf ook horen als Kamer waar zij nu ook tegenaan lopen. Dus niet alleen via ons, maar ook dat je het gewoon uit eigen hand hoort. En ik weet ook dat er een aantal leden ook al op werkbezoek is geweest. En dat is ook erg gewaardeerd in de praktijk. Ik denk dat dat een manier is ook waarin we, nou ja, het ook echt het gesprek waar soms doorspekt is met dilemma's, zeg ik ook maar. Dat we moeten blijven voeren om te kijken hoe mensen het beste kunnen bereiken met de regelingen die we hebben. Maar dat we soms ook begrip hebben dat niet alles kan op elk moment. En dat we daar ook keuzes in moeten maken met elkaar. En dat is volgens mij het spel wat we... dat is het gesprek wat we met elkaar moeten hebben. Voorzitter, ook omwille van de tijd zal ik mij gelijk beperken bij de beantwoording ook van de vragen die door uw leden zijn gesteld. Ik heb dat ook ingedeeld in een aantal blokjes. De eerste is de vragen over de alleenverdieners. Dan de vragen over wat ik even noem de SVB. Dat is even breed. Dat ging een deel over ATOS, maar ook over de ouderen. De vraag van mevrouw Keijzer. Het niet gebruik van regelingen en nog een paar overige vragen die ik nog heb liggen. Allereerst de vraagstuk rondom de alleenverdieners. En een aantal van uw leden refereerden er al aan. Het is een vraagstuk wat al langer speelt. Maar wat wij hebben opgepakt, ook omdat het echt schrijnend is. Omdat het gaat om mensen die uiteindelijk onder het sociaal minimum uitkomen. Doordat wij een allerlei onbegrijpelijke samenloop van regelingen hebben. Die bij mensen individueel echt... verkeerd kan uitpakken. Wij hebben daar een aanpak op gezet die we ook op verschillende momenten ook met uw Kamer hebben gedeeld. En ik zal u ook even vertellen waar we nu staan. De gemeenten die zijn, en daar ben ik ze ook heel dankbaar voor, ook zich bereid verklaard om ook ons mee te helpen in het bereiken van de mensen die hiermee te maken hebben. Zij hebben ons wel gevraagd, ga zo snel mogelijk ook werken met een lijst van mensen waar dit om gaat. Want wij weten niet waar die mensen zijn. Dus ik heb wel gevraagd aan de gemeente in de tussentijd, voordat we de lijst hebben, om ook al proberen proactief mensen te vinden. Maar zij geven ook eerlijk aan, en dat snap ik ook, dat het niet makkelijk is voor ze. Want ze weten gewoon niet zo goed waar ze moeten beginnen. Dus we hebben ook alle menskracht gezet om het samenstellen van die lijst. Daarvoor hebben wij gegevens nodig van de Belastingdiensten. We hebben gegevens nodig van toeslagen en we hebben gegevens nodig van het UWV. Dus er zijn drie databases die wij zitten te combineren met elkaar. Om te zien hoe daar de mensen naar voren komen die hier waarschijnlijk mee te maken hebben. Dat willen we zo snel mogelijk doen, maar het is echt een monsterklus. Ik hoop dat u daar ook begrip voor heeft. Omdat je echt op heel veel data tegelijkertijd dat moet gaan zitten onderzoeken. De planning is nu dat we eind juni de lijst beschikbaar hebben voor de gemeente. Voor de ondersteuning die we dan ook hebben. Dus dan kunnen ze heel gericht meteen met die lijst in de hand de mensen gaan benaderen. Want dan hebben ze, wij spreken de namen en de adressen. Daarnaast, en dan kunnen ze dus heel op dat specifieke situatie van de mensen ook ingaan om ze daaraan invullend ook de individuele bijzondere bijstand te geven. Daarnaast heb ik nu een wetsvoorstel in consultatie gedaan die een soort van overbruggingsregeling maakt vanaf 2025. Dan hoeven die gemeenten allemaal niet zelf meer te gaan zitten rekenen, maar gaan we met een forfait werken dat het wel zo hoog is dat we gewoon ook eigenlijk zoveel mogelijk mensen daaronder willen laten vallen. Dat betekent dus ook dat we bij sommige mensen gewoon ook overcompensatie hebben. Maar dat is ook nu wat we, die keuze maken we. Om juist op die manier ook iedereen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Dat wetsvoorstel hopen we direct na de zomer hier in uw Kamer ook aanhangig te maken. En ik hoop dat we het dan snel ook kunnen behandelen. Zodat we voor verregeling noem ik het maar even, vanaf 2025 ook kunnen uitvoeren.
En daarnaast moet er natuurlijk een fundamentele regeling komen. Dat hebben we ook steeds gezegd. Dit is natuurlijk ter overbrugging. We moeten een fundamentele regeling hebben om deze groep tegemoet te komen. En die zit in de fiscaliteit. Excuses dat het allemaal niet makkelijk is, maar dat kenmerkt dit vraagstuk ook. En die structurele regeling die loopt mee in het belastingplan voor 2025. Die fundamentele oplossing die start wel in 2028, want zo lang heeft de Belastingdienst ook nodig om het gewoon uitgevoerd te krijgen. Omdat daar ook de systemen ook voor moeten worden aangepast. Maar dan hebben we die fundamentele regeling wel. En die fundamentele regeling die zit om voor die groep de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting weer te herintroduceren. Waar die voor die groep weer werd afgeschaft, waardoor de ongelijkheid met de bijstand kwam. Mevrouw Keijzer, die kijkt, ja, ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, maar het is heel ingewikkeld, dat snap ik. Ja, voorzitter, ik zit sinds kort bij deze commissie en ik wist wel dat het allemaal ingewikkeld was. Maar het geeft maar weer eens aan hoe wij met de beste bedoelingen